Dag lieve mensen van Kulturu. Ik ben Anita Janki, verslaggeefster. En vandaag vanuit Rotterdam. Want we zijn hier op een heel uniek, bijzonder moment vandaag. Vandaag 1 juni om 12 uur 's middags gaan voor het eerst na een lange tijd de terrassen weer open. We mogen het terras op, we hebben heerlijk weer en we gaan op onderzoek uit wat de ervaringen zullen zijn vandaag. We staan nu bij de Witte Aap in Rotterdam en ik heb hier naast mij de eigenaar staan. Zou jij jezelf willen voorstellen wie jij bent en wat verwacht jij van vandaag? Ik ben Koen, ik ben mede-eigenaar van Café de Witte Aap. Ik verwacht topdrukte, gekte, maar dit moeten we wel echt gaan sturen natuurlijk. Dus wij hebben alles zo opgesteld dat er maar een bepaalde hoeveelheid mensen kunnen. En dan op die manier gaan we iedereen een topavond en middag bezorgen. Wat voor maatregelen hebben jullie hier genomen? Nou, sowieso staan alle tafels staan 1,5 meter uit elkaar. We hebben, zoals je achter mij ziet, van die handinfectiepalen. Ja, personeel loopt met mondkapjes. Oh. En je kan niet zomaar naar het toilet. Dat moet op aanvraag. En, hoe gaat dat dan? Want als iemand naar het toilet moet? Ja, zoals bij de kleuters, een plasketting. Oh ja? Nee, maar... ze kunnen een sleutel halen bij de bar. Ja, en dan met die sleutel kunnen ze naar het toilet. Ja. En werken jullie met reserveringen vandaag? Ja, ja. En hebben jullie reserveringen gehad? Volledig volgeboekt. De hele dag? Ja. Oh, en hoe lang mogen mensen blijven zitten? In principe 2 uur. 2 uur? Ja. Dus, en na 2 uur is het ook echt direct... Zullen we een klein beetje een overleg moeten doen? Ik heb wat tafels vrijgehouden voor dat soort situaties, een paar tafels. Dus als mensen echt willen blijven zitten en we zien dat het echt een toegevoegde waarde heeft, dan mogen ze absoluut kunnen ze blijven zitten. Dus we gaan proberen niemand weg te sturen in ieder geval. Wat leuk. Ja. Nou, ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat. Hoe voelt het voor jezelf om weer het terras te mogen openen? Ja, fantastisch. Je zit je weken op te wachten eigenlijk. Ja. En we hebben in de tussentijd ook nog zitten verbouwen. En dat heeft wel, dat geeft wel een kick, zeg maar. Als je dan weer open mag en je mag dan gaan werken, maar alles is nieuw. En het voelt een beetje alsof je weer een nieuwe zaak begint eigenlijk. Alsof je eigenlijk nog nooit in de horeca gewerkt hebt en alles moet leren. Nou, ik ben Stephanie Sancha van restaurant Supermercado, wat je hier achter mij ziet. En wij zijn natuurlijk echt ontzettend blij dat wij weer kunnen draaien op dit moment. Het was natuurlijk voor ons heel vreemd, hè, om gewoon dicht te zijn. We hebben ook een aantal weken toch ook wel takeaway gedaan om een beetje de binding met onze gasten te houden. Maar om echt gewoon weer open te zijn met gasten en vooral op zo'n mooie dag, ja, dat maakt ons ontzettend blij. Ja. Wat fijn, het voelt goed. Ja. Jullie hebben ook een prachtig terras hier. Ja, wij boffen daar wel heel erg mee. Dat beseffen we ons ten zeerste. Dat als wij mooi weer hebben, dan kunnen we alsnog echt wel heel veel mensen kwijt. En dat is heel fijn. Ja, en jullie staan ook in de zon, zie ik. Dat is helaas niet heel de dag zo. Die zon hebben wij alleen maar in de vroege uurtjes van de dag. Als het verder gewoon een aangename dag is qua temperatuur, dan kan je ook prima in de avond ook nog buiten zitten. Ja, het ziet er heel mooi uit. Dankjewel. En een andere vraag. Hebben jullie veel voorbereidingen moeten treffen om dit mogelijk te kunnen maken? Ja, we zijn toch echt wel, ons personeel is daar heel druk mee bezig geweest, ook de afgelopen dagen. Hè, want we konden dat natuurlijk niet al lang van tevoren klaarzetten. Dat mocht dan weer niet in verband met de regelgeving, dat mensen dan al op je terras gaan zitten. Dus de meeste horecazaken zijn er eigenlijk pas gisteren mee begonnen, om alles uit te zetten. Ja. Dus dat is best veel om in korte tijd dan te regelen. Ja, maar op zich zijn horeca mensen over het algemeen wel gewend om snel te schakelen. En hoe werken jullie nu? Moeten mensen reserveren? Zijn er tijdsblokken? Er zijn tijdsblokken inderdaad. Mensen moeten voor binnen reserveren. Dat is verplicht op grond van de RIVM-richtlijnen. En buiten kan je reserveren. En houden we ook een deel vrij voor mensen die gewoon langskomen lopen. Maar iedereen moet zich eerst hier melden bij mij voor een gezondheidscheck. Ja. En heb je al veel reserveringen ontvangen vandaag? We hebben wel veel reserveringen, ja. Ik denk dat we ondertussen voor vandaag 130 personen gereserveerd hebben voor de hele dag. Wow. Ja. Wil je vertellen wie je bent en hoe jij dit nu ervaart? Nee, wacht. Voordat we verder gaan, geniet maar eerst even lekker van je eerste slok op het terras. Gaat hij dan? Woe! Ja. Hoe voelt dat? Heel goed. Ja? Weer terug naar een beetje hoe het was.
Ja, is het fijn om hier weer op het terras te zitten voor jullie? Heel fijn. Lang naar uitgekeken of is het meer spontaan? Ja, we hebben het gisteren pas bedacht eigenlijk dat we hier niet naartoe gingen. Maar ik heb er wel lang op verheugd om weer wat te kunnen gaan doen. Wat hebben jullie het meeste gemist hier? Ja, sociaal contact. Ja? Ja, gewoon eruit zijn. Ja. Dus u heeft daardoor nog een groter terras? Nou, dan kan ik precies kwijt wat ik normaal kwijt kan. Oké. Want ja, normaal gesproken staat het natuurlijk veel dichter bij elkaar. En nu is het op 1,5 meter. Ja. En dat scheelt echt ongelooflijk veel. En normaal heb je een tafel en dan gaan er wel 6 aanschuiven. Ja, dat kan nu niet allemaal. Dus ja, het is best wel moeilijk. Dit is voor ons ook even allemaal uitproberen. Ja, het is voor iedereen denk ik vandaag uitproberen. Heeft u ook al reserveringen staan voor vandaag? Ja, bijna alles al om 12:00. Oh, dus dat gaat zo beginnen? Het gaat zo beginnen, ja, absoluut. Hoe voelt u zichzelf dat het nu weer open mag? Fijn. En ook een beetje raar, toch? Ja? Ja. Omdat je moet corona-vragen gaan stellen. Nou, daar gaat iedereen nee op zeggen natuurlijk. Ik vind gewoon als jij... gewoon normaal denkend ben, als je niet lekker voelt, dan blijf je gewoon thuis. Ja. Dus ja, iedereen gaat op die vragen nee zeggen, maar ja goed, we moeten het toch vragen. Het reserveren binnen, dat vind ik natuurlijk, ja, reserveren voor een café. Ja, dat is heel apart, hè? Dat is heel apart, ja, dat is ook moeilijk. Ja, wat moet ik dan zeggen, weet je, hoe lang blijf je? Ja, hoe weet je dat nou in een café? Ja. Als je gaat eten, dan weet je, oké, ik ben er om 8:00 en we kijken wel laten we weggaan. En de andere is er weer om 5:00. En in die tijd kan je gegeten hebben, maar in de café is het natuurlijk heel anders. En hoe heeft u dat nu gedaan? Heeft u bepaalde regels, zoals tijdsblokken? Nee, ik heb geen tijdsblokken binnen. Nee. En buiten op het terras? Nee, ook niet. Oké. Nee. Ja, weet je, het is voor mij net zo nieuw als dat het voor jullie is. Weet je, als dat het voor de klanten is. Dus... Ik ga gewoon vandaag kijken gewoon hoe het loopt. Ja. En dan zie ik het allemaal wel. Dan kunnen er altijd nog dingen verbeterd worden, maar het is gewoon moeilijk nu. Zit u het positief in vandaag? Ja, zeker. Ja? Nee, ik denk dat het heel leuk wordt vandaag. Ik denk het ook. En de mensen hebben er echt zin in, dat merk ik al. Ja. Van iedereen is helemaal enthousiast. We hebben het weer ook mee vandaag. Ja, gelukkig wel. Stel je voor dat het weer zou regenen. De eerste dag al gelijk. Nee, het weer is fantastisch en... Ja, ik denk gewoon dat het vandaag heel gezellig gaat worden. Ik denk het ook. En ik heb er heel veel zin in, ja. Dit was het weer. Vergeet ons vooral niet te volgen en te liken op Facebook en Instagram. En onze website natuurlijk, kulturu.com. En ik laat deze gelegenheid niet voorbij gaan. Dus ik zeg, jongens, cheers. Lekker.